onze OJ Gülsen is het gesprek van de dag. Vandaag wordt bekend dat ze een contract tekent bij Talpa. Vreselijk voor ons, leuk voor haar. Maar tegelijkertijd komen er ook weer berichten over het faillissement van haar voormalige bedrijf Supertrash. Who runs the show now? Ja, zakenvrouw OJ gaat als een trein. 10 jaar geleden richt ze het succesvolle modelabel Supertrash op. Het is zelfs in ons uitverkoop is Supertrash natuurlijk koningin waardig, zeker, ja. En ondertussen raakt ze de harten van kijkers op televisie met haar programma's. Een mooi moment was het net, hè? Ja, ja. Het was echt even goed. Nou, het haalt me even. Het tweede gevecht van de avond is een Battle of the Beauties. Voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Fuik en YouTube-ster Laura Pontecorvo. Ik wil gewoon liever mezelf zijn. Heb je een beetje een ordinair pak? Ja. De tv-diva tekent dan ook haar eerste televisiecontract bij, jawel, Talpa. Maar de champagnefles is nog niet open of er komt vandaag ook vervelend nieuws naar buiten over OJ. We hebben onderzoek gedaan naar het faillissement van Supertrash. Er zijn 2 dingen uitgebleken, namelijk ten eerste dat OJ al een tijdje het pand niet meer in mocht omdat ze 2 facturen had geprobeerd in te dienen die niet helemaal bleken te kloppen. Volgens de administratie, die wilden ze ook niet inboeken. En het tweede punt was dat toen OJ het stokje overgaf van de CEO-schap, was het bedrijf eigenlijk al niet meer te redden. Een jaar geleden gaan de zaken wat minder super. Naast mij staat een bedrukte OJ. Ja. Want vandaag is Supertrash failliet verklaard. Klopt inderdaad, ja. Ik ben vanochtend om 7 uur uit mijn bed gebeld om een handtekening te zetten. Ik heb daar altijd achter gestaan. Ik was ook degene die altijd durfde om de successen, zo moet je zeggen, eigen te maken. Dan moet je ook als het misgaat daar staan en zeggen, ja, ik heb dit niet goed gedaan. Dit komt voor mij onverwachts. Ik had nooit verwacht, zoals ik net al zei, 4 weken geleden, dat dit in een sneltreinvaart zou eindigen. OJ stond bij jullie aan de desk te vertellen dat ze net had gehoord die ochtend dat Supertrash failliet was. Maar dat wist ze al 11 dagen en ze had er 6 dagen eerder al voor getekend. Terwijl OJ lekker aan de Hilversumse tv wegtimmert, komen gedupeerden er niet zo gemakkelijk bovenop. Nu heeft ze bij Talpa getekend. En ex-medewerkers die ik heb gesproken vinden het gewoon heel pijnlijk. Want ze heeft een financiële puinhoop achtergelaten. Die mensen hebben zelf ook emotioneel eronder geleden. En er zijn natuurlijk allerlei nog leveranciers die hun geld zouden moeten krijgen, maar die dat niet meer gaan krijgen. Vooropgesteld, ik vind het heel raar dat we het hierover moeten hebben. Het is toch onze collega. Ik vind het ontzettend jammer dat ze naar Talpa gaat. Maar ik gun haar een goede toekomst daar. Ja. Maar ze zegt zelf ook dat ze altijd hier. Waarom kan ze hier vanavond niet zijn? Je hebt er vandaag gesproken. Ja, we hebben dat natuurlijk gevraagd. We hadden haar graag hier aan de desk willen hebben. Ze zegt dat ze dat zelf niet wil. Ook niet telefoon of een video, dus een interview met haar. Ik heb haar wel telefonisch gesproken. En ze zegt eigenlijk, ja, het is voor mij een mooie dag, een positieve dag. En dit werpt toch een schaduw daarop. Ze zegt ook, dit artikel bevat halve waarheden, zegt ze. En het haalt oude koeien uit de sloot. Ja. En dat is een juridische kwestie. Ze zegt, ik kan hier nu op dit moment niet op reageren. Maar de belangrijkste reden dat ze niet reageert is dat het artikel is gebaseerd op 4 anonieme bronnen. Ja. Mensen waarvan we niet weten wat voor rol ze in het bedrijf hebben, of ze überhaupt kennis van zaken hebben, of het hout snijdt wat ze zeggen. Daar kan je heel moeilijk tegen verdedigen. Ik kan je zeggen dat ik moeiteloos 4 ex-werknemers van RTL Boulevard kan optrommelen, ja, die een slecht verhaal over dit programma gaan houden. Absoluut. Maar is dat waar? Is dat ergens op? Eventjes, ik moet een hele kleine toevoeging. OJ zit bij jullie kantoor, vandaar dat jij er zoveel vanaf weet. Ja. Ja, nou, Peter heeft wel anonieme bronnen. Ik heb hier hardere bronnen. We hoorden net het filmpje dat ze zei, ja, ik ben heel verbaasd. Ik heb net een handtekening gezet. Nou, ik weet niet of ik hier een kamer heb, maar 14 maart, hier staat een handtekening. En op 9 maart verklaart de bestuurder, dit bedrijf is niet meer levensvatbaar. Dus op 9 maart, Peter, ja, maar wat is de dood geconstateerd. Wat willen jullie hiermee maken, jongens? Ja? Want het is in elk faillissement zo dat de eigenaar of de groot aandeelhouder tot het laatste moment probeert te redden wat er te redden valt. Ja. En op zoek is naar financiers die het over willen nemen, die een doorstart willen maken. Helemaal eens. Dat is hier ook zo gebeurd. Er wordt ook een heel uitpraten. Ja. En daardoor is het pas inderdaad die ochtend voor haar definitief geworden. Ja, ik zei het ook niet zo heel erg. Ze heeft eerder getekend, maar is al die tijd op zoek geweest naar nieuwe financiers, mensen die het wilden doorstarten. Ja. En zo lang was het voor haar nog niet definitief. Maar dat is toch ook een goede reactie? Ja. Dat zou kunnen geven, toch? Precies, ja, maar had zij zelf ook kunnen. Ja, zij kan van alles doen, maar op het moment dat je met anonieme bronnen, want dat zijn er gewoon 4, wordt geconfronteerd, dan heb je daar geen zin in. Ja, maar en dan laat je dat misschien even iemand
iemand anders doen. Heb je me geluisterd? En het punt wat jullie hier proberen te maken... want ik heb wel het gevoel dat ik ooggetuige ben van een karaktermoord hier. Nou, Peter, dat is dan waar. Ja, ik zeg gewoon wat ik maar vind. Maar hoezo denk je dat? Peter, even rustig aan. Waarom? Er zijn dus ook feitelijke dingen. Jij houdt van feitelijke. Nee, maar je wil hier een punt maken... Ja, wat helemaal geen punt maar is... Maar ik ga helemaal geen punt maken. Tot het laatst gewacht heeft met bekend te maken... dat dat nee, maar ik ga een heel ander punt maken. En dat is heel normaal. Maar ik ga een heel ander punt maken. De curator gaat onderzoek doen naar een faillissement. En als blijkt dat degene die kennis heeft van een aanstaand faillissement... wat ze heeft, en zij dan uitgaven doet... een schuld van 90.000 euro weggooit... Ja. Een privébesteding doet van 18.000 euro... vlak voordat je faillissement doet... Okay, laten we dat kan palliatieve handeling zijn. Feiten hebben, Mark Koster. Heb jij de curator gesproken? Ja, die heb ik heel veel gesproken. Nee, die heb jij niet gesproken. Jawel. Nee, heb jij die vandaag die persoonlijk gesproken? Die heb ik geprobeerd te bellen, ja. Oh, die heb je geprobeerd te bellen? Ah, dat is heel wat anders. Nee, maar, je hebt hem helemaal maar niet Peter, gesproken. Peter, Nee, geef nou eens antwoord. Je hebt hem niet gesproken. De curator is op vakantie, Peter. Ja, nou, dus jullie hebben de belangrijkste man in dit verhaal... hebben jullie totaal niet gesproken. Maar Peter, je moet even rustig aandoen. Nee, maar jij zit hier gewoon bullshit te verkondigen. Ik zit geen bullshit te verkondigen. Ik heb een factuur. En die is gedateerd. Je mij te overtuigen van feiten... terwijl je die man niet eens gesproken hebt. Maar goed, we hebben het heel even... Nee, willen, maar goed. Nou, we willen heel even dat artikel kunnen bespreken. Is wat ik nou juist bedoel met karaktermoord. Op ja, maar waarom vind je dat er feiten komen die geen feiten zijn? Het zijn wel feiten. Je hebt de hele curator niet gesproken. Maar, en jij ook niet, Arjan. Peter. Kloppen, zijn deze formulieren, kloppen die niet? Zijn dat geen echte formulieren? Ik heb die formulieren niet, die heeft hij daar. Nee, die formulieren stonden bij het artikel. Maar nee, voordat die kwamen uit die... Peter, dus dat is toch heel, mag ik heel even? Ja. Dus dan is het toch heel logisch dat je, als dat nieuws er is... er is het nieuws over Talpa, er is dit nieuws over faillissement... dat je dat hier gaat bespreken. Ja, dat weet je wat logisch is, dat je de curator spreekt? Want dat is de man die inzicht heeft... We hebben dat geprobeerd, maar die is op vakantie. Ja, maar, nou goed, dat heb je dus, Peter, die heb je dus niet gesproken. Ja, maar dan kun je toch niet denken en van... En hij kan zeggen wat er aan de hand is... en vooralsnog heeft de curator geen aangifte gedaan... van malversaties, bedrog nee, maar dat is toch een punt dat is niet dat wij dat duidelijk hier willen zeggen. Maar, dan, bedoel, ja, wij maar dat doen, zeg ik even duidelijk. Ja, natuurlijk, maar wij doen pogingen om die curator te spreken. Die man is op vakantie. Ja, nou, betekent dat niet dat we dat niet meer kunnen helpen. Is het onderwerp dan niet helemaal fit to print? Ah, dat, als dat je als je baseert op vier... Waarom is dat totale onzin? Nou, omdat als er... Als je een onderzoek naar een faillissement doet... en vlak daarvoor enorme uitgaven doen, dat is suspect. Dat is raar. En dat je ook maar misschien is daar wel een hele logische verklaring voor, Mark Koster. Maar dat weet jij niet, want jij spreekt de belangrijkste mensen. Nee, maar ik spreek ook de bron. Je ze wel gesproken hebt. Dat is pas wat op bedrog lijkt. Nee, helemaal niet. Want degene die had moeten zijn... Olse, help me kunnen uitleggen. Waarom zij 18.000 euro uitgeeft... Ja, je kan wapperen. Wat je wil, maar nou, jij probeerde wel de indruk te wekken dat je de curator gesproken had, terwijl je hem helemaal niet aan de lijn hebt gehad. Maar dat heeft helemaal niks mee te maken. Duidelijk, ik wil heel even, want er stond in alle media stond vandaag heel groot inderdaad die factuur van die auto. Maar ik kan me daar niet echt heel erg aan de indruk onttrekken dat de vrij normale zaak van gang van zaak is. Nou ja, daardoor is ze wel geweigerd. Daardoor mag ze een zelfstandige ondernemer probeert de auto kosten te 90.000 euro. Dus je hebt een bedrijf, je hebt het een groot aandeelhouder. En vlak daarvoor trekt iemand de 90.000 euro uit. Ik ga een wat ander zou je daarvan vinden? Ja, oké. Okay. Dan maak ik dat zo is. Dan wil ik een ander punt. Dat weet je helemaal niet. Je zit maar het gewoon te speculeren. Peter, dan wil ik heel even een ander punt. Dat je gewoon de belangrijkste mensen niet spreekt. Wordt Old Jay. Je spreekt gewoon voor je beurt. Wordt Old Jay harder aangepakt dan anderen die deze fout maken? Dat wel. Nou dan. Ik vind het ook wel sneu voor haar dat ze zo hard wordt aangepakt. Ja, je doet daar zelf buitengewoon hard aan mee. Er zijn vier andere aandeelhouders. Ja, nee. Maar dat is helaas part of the deal. Dat hoort nou eenmaal bij haar werk. Ze profiteert ervan, ze probeert het te doen. Dan kom op, Peter. Dan, in hoge bomen, dan mag ze toch ook aangepakt worden? Ja, maar wel graag op basis van feiten. En we hebben hier feiten. Anonieme bronnen. Ach, dat jij hebt natuurlijk heel wat als een bron al niet met naam en toenaam tevoorschijn maar durft Peter, te komen. Peter, jij bent een goede journalist. Je hebt jarenlang stukken gemaakt. Bronnen waarschijnlijk. Ja, ook met anonieme bronnen. We gaan hier dat gewoon niet. Maar we gaan ook dat andere wat
OLJ vandaag gebeurde, gaan we ook bespreken. Want ze stapt ondertussen ook gewoon over van RTL naar Talpa. Klopt. Het is voor haar een positieve dag. Ze heeft een jaar bijgetekend bij Talpa. Ze gaat onder andere werken bij SBS en bij Net 5, bij Linda de Mol. Gaat ze direct mee samenwerken. Hebben vandaag gesproken. Daarover zegt, ik wil meer maatschappelijk betrokken onderwerpen gaan maken. Bijvoorbeeld over huiselijk geweld, waar ze zelf vroeger ook te maken mee gehad. Ze zegt, ik wil mezelf daarin ontwikkelen. En die kans krijgt ze bij Talpa. En misschien wel goed om ook toch nog even te melden dat wij het hier allemaal heel jammer vinden dat OLJ weggaat. Maar ik wil één positief ding zeggen. Ik vind haar wel fantastisch ondernemer. Kijk, ze wordt, hij wordt aangevraagd als ze ongelooflijk heeft over bluffen. Ja. Dat heeft ze ook gedaan, maar dat moet elke ondernemer. Dus die kritiek erop. En elke journalist moet gewoon eerst de curator bellen, man. Dat is onzin, Peter. Dat gaat later geen over. Onzin. Elke financier, je hoeft niet de curator helemaal te weten. Je zakt nu door het ijs. Ach, onzin. We hebben hier gewoon goede feiten. Nee. Dat, ik vind dat je daar op moet baseren. Goeie feiten. Je liegt. We gaan hierdoor nog een dag gesproken die je niet hebt gesproken. Het is aan jou. Yes. Ja.